onze lofzang aan. Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft, vanuit de kracht die Gij het geeft. Verlos ons als de vijand woedt, geef Heer de vrede ons voorgoed. Leid Gij ons voort op dat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. De Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij u. Hartelijk welkom heten vandaag in deze bijzondere eucharistieviering, waarin Sander Verschuur tot diaken zal worden gewijd. Heel bijzonder welkom aan jou, Sander, in deze inmiddels zeer vertrouwde ruimte, deze kapel. Welkom aan je beide ouders. De zus, de zwager, de neef. Welkom aan alle andere familieleden, vrienden van Sander en mensen van de opleidingen van het bisdom. Het is een wijding in coronatijd. Blij dat we vandaag toch de viering door kunnen laten gaan. Allemaal wat op afstand. En dat maakt ook dat we helaas deze kapel niet hebben kunnen laten volstromen met nog meer mensen. Maar gelukkig bestaat er vandaag zoiets als een livestream. En ik wil heel bijzonder welkom heten alle mensen die via de livestream vandaag met ons meevieren, alle andere familieleden, vele vrienden verder, oud-studenten, mensen van de opleiding. Welkom ook aan de mensen van de gebedsgroep, die ook hier een speciale uitnodiging voor gekregen hebben, en alle anderen die nu met ons verbonden zijn. Welkom ook aan de diakens en de concelebranten hier aanwezig. En helaas hebben wij vanmorgen ook een afzegging gekregen van rector Broeders, de rector van Vronestein, die hier natuurlijk aanwezig had willen en moeten zijn. Maar hij is vanochtend met hoge koorts wakker geworden helaas en is niet deze kant op kunnen komen. In zijn hart zal hij zeker op dit uur met ons verbonden zijn en wij weten ons ook verbonden met hem en willen hem ook van harte beterschap toewensen en ook toebidden. Een heel bijzonder welkom ten slotte aan monsieur Van de Hende, bisschop van Rotterdam en oud-bisschop van Breda, een bekende en graag geziene gast ook van ons huis. Hij is van harte ingegaan op de vraag van monsieur Liese om in deze wijdingsplechtigheid de wijdende bisschop te zullen zijn, omdat Sander uit het bisdom Rotterdam komt. We zijn vereerd en ook heel blij dat hij gekomen is. Van harte welkom. Ik wens u allen hier aanwezig en degenen die via de livestream met ons verbonden zijn, van harte een hele mooie en inspirerende wijdingsliturgie toe. Broeders en zusters, belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God om deze eucharistie goed te kunnen vieren.
Gij die door de Vader gezonden zijt om door het offer van uw leven onze zonden uit te wissen. Gij die ons geen dienaars noemt, maar vrienden en ons allen hebt meegedeeld wat gij van de Vader hebt gehoord. Gij die ons hebt uitgekozen om op tocht te gaan en vruchten voor te brengen die blijvend mogen zijn. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Eer aan God in den hoge, vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u, wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader, Heer enige geboren Zoon, Jezus Christus, zonden der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want gij alleen zijt de Laat ons bidden. God, gij die de bedienaars van uw kerk hebt geleerd hun broeders en zusters te dienen in plaats van zelf gediend te willen worden, wij bidden u, schenk uw dienaar hier, die gij heden wilt uitkiezen voor het diaconaat, vaardigheid in zijn werk, zachtmoedigheid bij het vervullen van zijn dienstwerk en volharding in het gebed. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Lezing uit de Handelingen der Apostelen. Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan en zei, sta op, ik ben ook maar een mens. Petrus nam het woord en sprak, nu besef ik pas goed dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die hem vreest en het goede doet, hem welgevallig is. Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de Heilige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak luisterden. De gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de Heilige Geest was uitgestort. Want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken. Toen zei Petrus, kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden
die juist als wij de Heilige Geest ontvangen hebben. En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. Woord van de Heer. Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Vrienden, laten wij elkander lief hebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat hij zijn enige zoon in de wereld gezonden heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde. Niet wij hebben God lief gehad, maar hij heeft ons lief gehad. En hij heeft zijn zoon gezonden om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven. Woord van de Heer. Zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ook ik u lief gehad.
blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik die de geboden van mijn Vader heb onderhouden en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik u, opdat mijn vreugde in u mogen zijn en uw vreugde volkomen mogen zijn. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voor te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. Woord van de Heer. Laat de wijdeling voor het diaconaat naar voren komen. Sander Verschuur. Ja, hier ben ik. Hoogeerwaarde Vader, onze heilige moeder de kerk, verzoekt u ons onze broeder hier te wijden voor de zware taak van het diaconaat. Weet u of hij dit waardig is? Geachte bisschop, vandaag is een vreugdevolle dag voor het bisdom Rotterdam, voor de priester en de diakenopleiding Bovendonk en uiteindelijk voor heel de kerk. Zojuist is Sander Verschuur uit ons midden geroepen om het ambt van diaken op zich te nemen. En zoals we gehoord hebben, heeft hij hierop positief geantwoord. En vanuit de opleiding kunnen wij Sander ook bij u van harte aanbevelen. De roepstem van de Heer tot het priesterschap is Sander langzaam in zijn leven gaan ontdekken. Hij is opgegroeid in een gelovig en sterk kerkbetrokken katholiek gezin. En het geloof en het werken voor de kerk is hem als het ware met de paplepel ingegoten. En Sander is vooral ook in het jongerenwerk actief geweest. Na de middelbare school heeft Sander zich eerst bekwaamd als maatschappelijk werker en heeft aansluitend jaren bij bureau jeugdzorg gewerkt. De ontmoeting met een zieke medeparochiaan en de oproep van Paus Franciscus op het strand van Copacabana tijdens de Wereldjongerendagen van Rio om op weg te gaan, niet bang te zijn en te dienen, deden hem besluiten om met de priesteropleiding te beginnen. In de jaren van studie en vorming hebben wij Sander leren kennen als prettig in de omgang, sociaal, gelovig, empathisch, loyaal, verbindend en een man met humor. Sander is vooral ook een man van de praktijk, betrokken op gewone gelovigen. En op Bovendonk hebben we een mooie ontwikkeling zien doormaken, van eerder wat afwachtend en teruggetrokken naar ondernemend, open, zoekend ook naar wegen
om mensen in tijden van corona en buiten de kerk te bereiken. Sander is al met al een man met veel mooie kwaliteiten voor een ambt in de kerk. En daarom, op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de verantwoordelijken, verklaar ik dat Sander Verschuur waardig bevonden is voor het ambt. Met de hulp van de Heer onze God en van Jezus Christus onze Heiland kiezen wij onze broeder hier uit voor de orde van het diaconaat. Broeders en zusters in Christus, ik ben dankbaar dat we vandaag hier de diakenwijding van Sander mogen vieren. Op de eerste plaats omdat in beeld komt dat dit huis, zo'n vertrouwd huis voor meerdere bisdommen, een plaats is van opleiding en vorming. En wat is het dan mooier dat je ook hier de wijding tot diaken kunt ontvangen. Dan kom je niet een kathedraal binnenlopen, terwijl wat ervoor gebeurd is bijna onzichtbaar wordt. Maar vanuit dit huis, vanuit deze kapel, mag je je voorbereiden als diaken op het priesterschap later. Ik ben ook dankbaar voor ons bisdom. Dat we steeds opnieuw ook mogen vieren dat de Heer die leeft, die verrezen is, ook nu mensen roept tot het dienstwerk van diaken. Want dat is een teken dat de Heer, de levende Heer, ook nu mensen tot zijn leerlingen aanspreekt. Natuurlijk, diakens en priesters en bisschoppen ook zijn niet de enige leerlingen. Er zijn velen ook hier in de kerk, de familie van Sander, de parochianen waar hij stage gelopen heeft, mensen van de opleiding die de grote kring mogen vormen van allen die door de Heer geraakt zijn en die tot zijn gemeenschap mogen horen, zijn kerk. Daarom ben ik ook dankbaar dat we de wijding mogen vieren, concreet in de gemeenschap van de gelovigen. Gekenmerkt door het doopsel dat de Heer ons schenkt als een nieuwe geboorte, als een verbondenheid met Hem voor altijd. En we hoorden in de eerste lezing uit het boek Handelingen dat die doop niet alleen beschikbaar is voor hen die uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar dat alle volken hun hart mogen openen voor de liefde van Christus en mogen toetreden tot leerling van de Heer. De lezingen die we vandaag horen zijn niet losgemaakt van de zondag. Ze zijn de lezingen van vandaag die op veel plaatsen zijn gelezen en zijn overwogen. We zitten midden in de paastijd. En dat is een prachtige tijd om ook nog meer te beseffen dat de Heer ons op weg zendt. De leerlingen stonden eerst met lege handen toen Jezus stierf aan het kruis. Ze waren aan de grond genageld. En zelfs toen tot hen doordrong dat het graf leeg was, dat hij is verrezen, bleef toch nog die druk aanwezig van angst, van is het wel waar of willen wij het alleen maar graag. Door de loop van de tijd, wanneer de verrezen Heer opnieuw bij zijn leerlingen komt, en dat sommigen hem zelfs mogen aanraken, met hem mogen spreken, komt de vreugde van Pasen, komt het besef, de Heer leeft, Hij is verrezen en wij mogen met Hem op weg gaan. Heel bijzonder dat we ook steeds in de paastijd op weekdagen en zondagen uit het boek Handelingen lezen. Want daarin lezen we hoe bijzonder in kracht van de geest de jonge kerk zich verspreidde. Ze hebben zich niet meteen ingezet met grote kerken neer te zetten. Geen grote bouwplannen voor scholen en kloosters. Het was op de eerste plaats de harten die gevuld werden met de blijde boodschap van de Heer. Hoe ook vandaag, hoe Petrus enthousiast spreekt. Niet meer bang, niet meer iemand die Jezus zou verloochenen, maar die pal staat voor het evangelie en die rondtrekt om de boodschap van de gekruisigde en verrezen Heer te verkondigen. Niet zomaar van de daken, maar om de harten van de mensen te openen voor de liefde van Christus. En dat hoeft hij gelukkig niet op eigen kracht. Want die vrees heeft hij niet overwonnen door zijn eigen flinkheid.
Zijn welbespraaktheid komt niet door dikke boeken en lange studies. Het komt door de kracht van de geest die hem vergund is, die zijn trooster en helper is. Natuurlijk, de Heer had het al beloofd, als ik er niet meer ben, zal er een trooster en helper zijn. Maar pas later dringt door uit ondervinding wie die trooster en helper is en wat dat voor ieder van de leerlingen betekent. Dat Petrus niet bang is, is dus geen overmoedigheid. Dat Petrus niet bevreesd is, komt juist door zijn verbondenheid met de levende Heer, die hem opnieuw in zijn kracht heeft gezet. Hadden kunnen zeggen, nou Petrus, je bent gezakt. Je hebt mij verloochend, je bent weggelopen, jou heb ik niet meer nodig. Maar het is juist die Petrus die wordt aangesproken en die ook gevraagd wordt, heb gij mij lief? En zo wordt Petrus samen met de andere apostelen uitgezonden om in kracht van de geest de kerk te laten groeien. En het ging met grote aantallen. We kunnen het boek Handelingen lezen, soms wel wat 3000 op één dag. Daar doen wij een paar jaar over in ons bisdom. En ook hier in Breda is dat het geval. Maar het is de Heer die roept en die de harten opent voor het evangelie. Staat ook in het boek Handelingen dat het niet alleen ons werk is. Er staat zelfs dat de leerlingen verheugd zijn en dankbaar wat de Heer tot stand brengt met hun medewerking. En zo de poort van het geloof geopend heeft voor velen. We horen in de lezing uit het evangelie en ook in de brief van Johannes een belangrijk kernwoord van ons geloof. De liefde van God. Het staat er ontzettend vaak. Liefde en liefhebben. En die liefde die komt van God, zo getuigt de brief van Johannes. En die liefde van God heeft ons het eerst lief gehad. Wederom, niet onze uitvinding, niet onze staat van dienst, maar het is de Heer die ons gezien heeft en geroepen. Het is de Heer die naar ons toegekomen is en ons vraagt om medewerker te zijn voor de verspreiding van zijn blijde boodschap. En dan spreekt Jezus in het evangelie de indrukwekkende woorden. Blijft in mijn liefde. Natuurlijk, dat zegt hij nog op weg naar zijn verheffing aan het kruis. Maar de leerlingen worden als het ware al geïmpregneerd met dat belangrijke gegeven dat zonder de liefde van Christus het niet gaat lukken. Voor dit evangelie van vandaag staat de beroemde tekst van de wijnstok en de ranken. En daarin zegt de Heer ook heel onomwonden, je kunt alleen maar met mij iets bereiken. Zonder mij kunt gij niets. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. En dan zegt de Heer in het evangelie van vandaag, blijft in mijn liefde. In zijn liefde blijven. Dat is steeds opnieuw een opdracht. Ook als de leerlingen met elkaar discussies voeren. Ook als leerlingen elkaar de maat nemen of er zelfs grote tegenstellingen ontstaan. In de liefde blijven van de Heer, omdat Hij ons het eerst heeft lief gehad. Trouw blijven aan die liefde, omdat dat ons dicht bij God brengt en dicht bij God en zijn liefde houdt. Het is duidelijk dat het diaconaat een bijzondere uiting is van de liefde van Christus. Niet zozeer onze eigen liefde op de eerste plaats, maar dat de Heer jou, Sander, heeft gevraagd om zijn dienstwerk aan te nemen. Om een dienaar te zijn die tegelijkertijd vriend genoemd wordt. Om de liefde die jij ontvangen hebt ook voor anderen beschikbaar te maken. In wat je doet, in wat je zegt en wat je uithoudt. Het staat prachtig beschreven in de taken van de diaken. Het dienstwerk van het woord. Om dat je eigen te maken en het te verspreiden. Het dienstwerk van de liturgie. Om dienstbaar te zijn aan het altaar. En met de kracht van de eucharistie ook dienstbaar te worden aan de tafel van de armen. De diaconie van de naaste liefde. Je kunt zeggen, daar heb je handen vol aan als diaken. En het is ook zo. En het is meer dan je in je eentje zou kunnen.
Maar daarom ook is het van groot belang te beseffen dat we niet alleen maar geroepen zijn om de Heer te dienen, maar ook met elkaar dat dienstwerk mogen aannemen. Dat we niet geroepen zijn om in ons eentje de liefde van God te verspreiden, maar juist om mogen getuigen dat die liefde in ons leeft en we dat samen mogen volbrengen. Niet zonder betekenis dat de kring van de diakens vandaag ook bijzonder jou zal begroeten. Niet zonder betekenis dat ook op weg naar het priesterschap het dienstwerk van het diaconaat het eerste is waardoor je getekend wordt na je doopsel en je vormsel. Broeders en zusters, het is opvallend dat in die tweede lezing van Johannes, de brief en in het evangelie ontzettend vaak over de liefde gesproken wordt. Het is elke zin raak, je kunt er niet langs kijken. En dat is een radicale liefde, omdat het van God gegeven wordt aan ons. Het is een liefde ook die naar alle mensen uitgaat. En dat is een bemoediging, omdat je in die liefde mag staan en dat je die liefde mag ontvangen. Het kan zo ook soms een mysterie zijn als die liefde ook naar mensen uitgaat die je minder mag of waar je niet mee op één lijn zit. En misschien af en toe onuitstaanbaar als het mensen waarmee conflicten bestaan ook met dezelfde liefde door God worden bemind. Die liefde van God maakt ons dus nooit overmoedig. Kijk, ik heb het gekregen. Het is geen medaille op je borst. Het is geen aantekening in je cv. Het is God die jou het eerst lief heeft gehad en die je zo op weg zendt en die liefde ook te delen met anderen en te erkennen hoe de liefde van de Heer ook in anderen aanwezig is en werkzaam is. Jezus zegt, blijf in mijn liefde. Een grote opdracht. Daar kun je soms ook tegenslagen in vinden. Als er haat is waar je me niet aan voorbij kunt gaan. Als er partijschappen zijn waar je me niet overheen komt. Of dat je ook zelf in je liefde wordt gekrenkt. Omdat mensen je goede bedoelingen niet zien of je geloof niet serieus nemen. Ik herinner mij nog goed dat in de kerk van mijn jeugd, waar ik ook de diakenwijding mocht ontvangen, de Heilig Hartkerk, boven in de gevel een hele grote zandstenen plaat was van Christus, die met zijn vingers naar zijn hart wijst en met grote letters eronder, die je zelfs van de straat kon lezen, blijft in mijn liefde. Toen de kerk gesloopt werd, helaas, ging de kanonskogel daar tegenaan. De sloopkogel ging door de voorgevel en je zag werkelijk die bijzondere uitspraak van de Heer met zijn afbeelding naar beneden komen. Dat is dan heel letterlijk, maar het gebeurt vaak ook heel figuurlijk. Dat je ziet hoe de liefde van God tekort wordt gedaan. Of dat mensen de liefde van God niet meer nodig hebben. Jezus zegt zelf ook in het evangelie, wilt ook gij soms gaan? En veel mensen zijn ook gegaan, hebben afstand genomen door eigen schuld of door onze tekorten als kerk. Broeders en zusters, maar Jezus zegt, blijf in mijn liefde en ik zal u uitzenden om vruchten voor te brengen die blijvend zijn. Opnieuw is het zijn liefde, zijn initiatief die ons werken, die ons dienen, mag inspireren met de lange adem van zijn Heilige Geest. En als het niet meteen lukt, of als soms de vruchten niet meteen zichtbaar zijn, of er soms weer een stuk wordt weggeslagen als een voorgevel van een kerk of een hap uit de duinen langs de Zuid-Hollandse kust, dan wil het niet zeggen dat de Heer zich terugtrekt. Dan is het geen bewijs dat hij toch dood is. En is het zeker niet een teken dat hij ons alleen laat. Zoveel als er in de brief van Johannes en ook in het evangelie over de liefde van God gesproken wordt, het staat niet in de eerste lezing. Het woord komt er niet voor. En toch is die liefde volop aanwezig. Want zoals Petrus onvermoeibaar zonder vrees rondtrekt, zoals Petrus op uitnodiging van Cornelius naar zijn huis komt en ook de verkondiging voortzet, niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen, en ook zegt, ik zie nu dat God geen aanzien des persoons kent, spreekt daar uit het hart van Petrus dat vol liefde is voor Christus en zijn medemens. Jezus zegt, ik heb jullie gezonden om vruchten voor te brengen die blijvend zijn. Dat is doordrenkt van de liefde van Christus zelf. En dat is
wat in Peters verkondiging, in zijn dienstwerk, in zijn zwoegen en sjouwen tot uiting komt. En als de mensen al op het eerst geïnspireerd worden door de geest, als de mensen al geraakt worden door het woord van het evangelie door de verrezen Heer, is het zeker ook Petrus die met zijn onverschrokken getuigenis vol liefde de mensen over de streep trekt. Maar we mogen niet vergeten, al komt de geest van God en heeft de Heer ons het eerst lief gehad, we kunnen als dienaars in zijn kerk ook nog een hoop verprutsen. Als je mensen niet dichter bij Christus brengt, of ze achterlaat met alleen maar kwetsuren, of wanneer je niet naar ze omziet of geen tijd voor ze hebt. Dus hoezeer ook de Heer ons het eerst lief heeft, hoezeer ook de geest de mensen raakt op de eerste plaats, is ook ons dienstwerk in kracht van de geest zonder vrees en vol liefde nodig om het evangelie te verspreiden. De Heer heeft ons daartoe uitgenodigd en daarvoor de verantwoordelijkheid gegeven om als kerk in deze wereld zijn sacrament te zijn. Beste Sander, ik hoef jou niet uit te leggen hoe belangrijk de kerk is. Dat heb je al van je ouders geleerd. En hoe vaak ook hebben zij de deuren van de kerk niet opengezet als er weer een viering was. En zeker in deze tijd met alle coronamaatregelen zie ik je moeder elke dag in de kerk bezig met mensen te wijzen op het spuitbusje om de handen schoon te maken en te kijken of ze wel op de lijst staan. De deuren die steeds weer open worden gedaan van de kerk. Ik hoop dat jij in je diaconaat met een volgehouden liefde, de liefde van de liturgie, de liefde van het gebed, de liefde van het woord van God en de naaste liefde, ook deuren van vele harten mag openen of opnieuw mag openen. Dat is wat je samen met de hele kring van de diakens en met vele priesters en andere gedoopten mag volbrengen. Geen klus om in je eentje te klaren, maar met de Heer en door de Heer met elkaar. Mogen dat door handoplegging en gebed de geestkracht zijn die de Heer je schenkt. Om niet alleen op eigen kracht te zeggen, ja, hier ben ik. Maar met de Heer te weten dat Hij het goede werk in jou wil voltooien. Amen. Dierbare zoon, voordat u toetreedt tot de orde van het diaconaat, behoort u ten overstaan van het volk openlijk uw voornemen uit te spreken om dit ambt op u te nemen. Wilt u door de oplegging van mijn handen en de gaven van de Heilige Geest gewijd worden voor het dienstwerk van de kerk? Ja, dat wil ik. Wilt u het ambt van het diaconaat met nederige naaste liefde vervullen? Als een hulp voor de priestelijke orde en tot welzijn van het christenvolk. Ja, dat wil ik. Wilt u, zoals de apostel het zegt, het geheim van het geloof met een zuiver geweten bewaren en dit geloof in woord en daad verkondigen, overeenkomstig het evangelie en de overlevering van de kerk? Ja, dat wil ik. U die bereid bent om het celibaat te aanvaarden, wilt u deze levenswijze steeds bewaren omwille van het Rijk der Hemelen, in dienstbaarheid aan God en de mensen, en als teken dat u zich met hart en ziel gegeven hebt aan Christus de Heer? Ja, dat wil ik. Wilt u de geest van gebed, die aan uw levenswijze eigen is, bewaren en verdiepen, en in deze geest het getijdengebed, naar gelang uw levensomstandigheden trouw vervullen, samen met en voor het volk van God, ja, zelfs voor heel de wereld? Ja, dat wil ik. Wilt u uw levenswijze onophoudelijk gelijkvormig maken aan het voorbeeld van Christus, voor wiens lichaam en bloed u aan het altaar zorg zult dragen? Ja, dat wil ik, met de hulp van God. Belooft u mij en mijn opvolgers eerbied en gehoorzaamheid? Ja, dat beloof ik.
Mogen God, die het goede werk in u is begonnen, het zelf tot voltooiing brengen. Dierbare, laat ons bidden tot God, de Almachtige Vader, dat Hij in zijn goedheid de genade van zijn zegen uitstort over zijn dienaar hier, die Hij wil opnemen in de heilige orde van het diaconaat. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons. Heilige Michael, bid voor ons. Heilige engelen van God, bid voor ons. Heilige Johannes de Doper, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Petrus en Paulus, bid voor ons. Heilige Andreas, bid voor ons. Heilige Johannes, bid voor ons. Heilige Maria Magdalena, bid voor ons. Heilige Stefanus, bid voor ons. Heilige Ignatius van Antiochië, bid voor ons. Heilige Laurentius, bid voor ons. Heilige Vincentius, bid voor ons. Heilige Bonifacius, bid voor ons. Heilige Martelare van Gorkum, bid voor ons. Heilige Perpetua en Felicitas, bid voor ons. Heilige Agnes, bid voor ons. Heilige Theresia Benedicta van het Kruis, bid voor ons. Zalige Titus Bransma, bid voor ons. Heilige Gregorius, bid voor ons. Heilige Augustinus, bid voor ons. Heilige Athanasius, bid voor ons. Heilige Basilius, bid voor ons. Heilige Nicolaas van Myra, bid voor ons. Heilige Ephrem, bid voor ons. Heilige Martinus, bid voor ons. Heilige Servatius, bid voor ons. Heilige Willibrordus, bid voor ons. Heilige Franciscus de Sales, bid voor ons. Heilige Johannes Paulus, bid voor ons. Heilige Benedictus, bid voor ons. Heilige Franciscus, bid voor ons. Heilige Dominicus, bid voor ons. Heilige Franciscus Xaverius, bid voor ons. Heilige Ignatius van Loyola, bid voor ons. Heilige Petrus Canisius, bid voor ons. Heilige Johannes Maria Vianney, bid voor ons. Heilige Johannes Bosco, bid voor ons. Heilige Elisabeth van Thüringen, bid voor ons. Heilige Katharina van Siena, bid voor ons. Heilige Ludwina, bid voor ons. Heilige Theresia van Jezus, bid voor ons. Heilige Theresia van het Kindje Jezus, bid voor ons. Heilige Theresa van Calcutta, bid voor ons. Alle heiligen van God, bid voor ons. Wees ons genadig, verlos ons Heer van alle. Verlos ons, Heer, van alle zonde. Verlos ons, Heer, van de eeuwige dood. Verlos ons, Heer, door uw menswording. Verlos ons, Heer, door uw dood en verrijzenis. Verlos ons, Heer, door de
uitstorting van de Heilige Geest. Verlos ons, Heer. Wij zondaars, wij bidden u, verhoor ons. Dat gij uw heilige kerk wilt besturen en bewaren. Wij bidden u, verhoor ons. Dat gij de paus en alle bedienaren van de kerk in hun heilige verbintenis wilt bewaren. Wij bidden u, verhoor ons. Dat gij deze uitverkorenen wilt zegenen. Wij bidden u, verhoor ons. Dat gij deze uitverkorenen wilt zegenen en heiligen. Wij bidden u, verhoor ons. Dat gij deze uitverkorenen wilt zegenen en heiligen en wijden. Wij bidden u, verhoor ons. Dat gij velen roept om u in de kerk van de lage landen, als diaken en priester te dienen. Wij bidden u, verhoor ons. Dat gij alle volkeren vrede en ware eendracht wilt verlenen. Wij bidden u, verhoor ons. Dat gij aan allen die in droefheid verkeren, rijkelijk uw barmhartigheid wilt schenken. Wij bidden u, verhoor ons. Dat gij onszelf in uw heilige dienst wilt sterken en bevaren. Wij bidden u, verhoor ons. Jezus, Zoon van de levende God. Wij bidden u, verhoor ons. Christus, aanhoor ons. Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons. Christus, verhoor ons. Heer God, verhoor ons in uw goedheid. Verhoor onze gebeden, opdat gij met uw hulp welwillend begeleid wat wij uit hoofde van ons ambt gaan verrichten. En heilig door uw zegen hem die wij naar ons inzicht menen te mogen aanbieden om het heilig dienstwerk te voltrekken door Christus onze Heer. Wees hier aanwezig, bidden wij u, almachtige God. Gij die de genadegaven schenkt, de rangen verdeelt en de bedieningen ordent. Gij die alles vernieuwt, terwijl gij blijft in uzelf. En die met eeuwige voorzienigheid alles regelt wat bestaat door uw kracht, uw woord en uw wijsheid. Jezus Christus, onze Heer. En die uitdeelt wat voor elke tijd nodig is. Gij hebt zijn lichaam, uw kerk, met haar onderscheid aan hemelse genadegaven en haar zo verschillende ledematen door de Heilige Geest samengevoegd en verenigd tot een bewonderenswaardig organisme. En gij geeft haar wasdom en uitbreiding tot opbouw van de nieuwe tempel. Door het instellen van 3 graden van bedienaren voor de heilige ambten om uw naam te dienen. Zoals gij al vanaf het begin de zonen van Levi hebt uitverkoren voor het vervullen van het dienstwerk van het eerste tabernakel. Zo hebben wij bij de aanvang van uw kerk de apostelen van uw zoon geleid door de Heilige Geest. 7 mannen van goede faam uitgekozen om hen in het dagelijkse dienstwerk te helpen. Opdat zij zelf zich meer konden wijden aan het gebed en de verkondiging van het woord. En aan de uitverkoren mannen hebt zij door gebed en handoplegging het dienstwerk van de tafels toevertrouwd.
Wij vragen, Heer, zie ook genadig neer op uw dienaar hier, die wij in smeekgebed wijden door het ambt van het diaconaat voor de dienst aan uw heilig altaar. Wij vragen, Heer, zend de Heilige Geest over hem uit, zodat hij door hem wordt gesterkt met de gave van uw zevenvoudige genade om het werk der bediening trouw te volbrengen. Laat zijn leven overvloedig de evangelische deugdzaamheid uitstralen, ongeveinsde liefde, zorgzaamheid voor zieken en armen, gezag in bescheidenheid, de zuiverheid van de onschuld en het onderhouden van de geestelijke levensordening. Dat hij in zijn gedrag uw geboden laat stralen, zodat hij door zijn voorbeeldige levenswandel het heilige volk opwekt tot navolging. Laat hem getuigenis afleggen van een goed geweten, sterk en onwankelbaar volharden in Christus, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En door de aardse navolging van uw Zoon heersen in de heel met hem, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Je krijgt het dalmatiek. Ontvang het evangelie van Christus, waarvan u de verkondiger bent geworden. En zie erop toe dat u gelooft wat u zelf gelezen hebt. Dat u onderricht wat u in geloof hebt aanvaard. En dat u zelf handelt naar wat u hebt onderricht. Vrede zij u. En met uw geest. Uitnodigen om deze diaken in hun kring op te nemen.
En nu denkt u, de wijding is voorbij, we kunnen gaan zitten, maar zo is het niet. Ook de pasgewijde diaken mag eigenlijk onmiddellijk aan het werk. Daartoe is hij gewijd om ons en de gemeenschap en heel de kerk van dienst te zijn. We gaan dus beginnen aan de eucharistische liturgie. We maken de altaartafel gereed. We plaatsen daarop de gaven van brood en wijn, zodat wij eucharistie kunnen vieren en God dankzeggen voor wat wij in deze viering hebben mogen meemaken. Dankzeggen eigenlijk voor alles wat in ons leven ten goede valt. Onderwijl zal er toch een collecte worden gehouden. Of in ieder geval staat er een mand aan de uitgang. En die collecte zal ten behoeve zijn van deze opleiding. Opdat wij dit kunnen blijven vieren. Opdat wij de opleiding, de priester- en diakenopleiding Bovendonk, overeind kunnen houden. En nog vele malen mogen vieren wat we vandaag hebben mogen vieren. Ik beveel die collecte van harte bij u aan.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heilige Vader, om ons een voorbeeld te geven, heeft uw Zoon de voeten willen wassen van zijn leerlingen. Daarom vragen we u, aanvaard de gaven die uw dienaren u brengen, en geef dat wij worden vervuld met een geest van nederigheid en zorgzaamheid, nu wij onszelf aanbieden als een geestelijke offerande door Christus onze Heer. De Heer zij met u. En met uw geest. Verheft uw hart. En zij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Ja, het is passend en goed, rechtvaardig en heilzaam, dat wij u altijd en overal danken. Heer, Heilige Vader, almachtige eeuwige God. Gij uw enige geboren Zoon door de zalving met de Heilige Geest hebt aangesteld tot hoge priester van het nieuwe altijd durende verbond. En in uw onuitsprekelijk raadsbesluit hebt willen vastleggen dat vele dienstambten zouden worden uitgeoefend in de kerk. Het volk dat gij u verworven hebt, rust hij immers niet alleen toe met een koninklijk priesterschap, maar ook kiest hij uit goedheid voor zijn broeders mensen uit om door handoplegging deel te krijgen aan zijn heilig dienstwerk. Hij kiest hen uit om uw heilig volk voor te gaan in liefde, te voeden met uw woord en te sterken door uw sacramenten. Hij kiest hen uit om hun leven te geven voor u en voor het heil van hun broeders, te streven naar gelijkvormigheid met het beeld van Christus zelf en standvastig voor u te getuigen van hun geloof en van hun liefde. Daarom, Heer, danken wij u met alle engelen en heiligen en zingen vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heere God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Ja, Heer, gij zijt werkelijk een de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.
verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie wel willend neer op het offer van uw kerk en willen uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw kerk op haar aardse pelgrimstocht sterk in geloof en liefde, samen met uw dienaar Franciscus onze paus, met onze bisschop Johannes, met alle bisschoppen en uw dienaren hier, die heden tot bedienaren van uw kerk zijn gewijd, met de gehele geestelijkheid en met heel het volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap, die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. Wens elkaar dan die vrede van Christus. Zonden der wereld, ons vergeef u over ons. Lam
vergeet de zonden der wereld. Geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn in de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Het lichaam van Christus beware mij tot eeuwig leven. Bloed van Christus beware mij tot eeuwig leven. Lass meine Gedanken sich sammeln zu dir. Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du den Weg für mich. Gott, lass dein
kennst mich nicht. Bei dir ist nie Hilfe, bei dir ist nie Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir. Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Laat ons bidden. Heer, laat uw dienaren, die gij hebt vervuld met hemelse spijs en drank, trouw het evangelie, de sacramenten en de liefdewerken bedienen en zorg dragen voor uw eer en voor het heil van de gelovigen
door Christus onze Heer. We zijn bijna gekomen aan het einde van deze wijdingsliturgie, deze viering. Twee mededelingen tot slot. Allereerst betreft meteen aansluitend. U bent van harte uitgenodigd om na de viering nog even in de binnentuin van Bovendonk de pasgewijde diaken van harte te feliciteren. En onze vraag daarbij is om de 1,5 meter echt ook in acht te nemen, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. De tweede is eigenlijk geen mededeling, maar is eigenlijk meer een felicitatie. Ik heb daar een bosje bloemen staan, misschien mag die even deze kant op komen. Is helaas niet voor de wijdeling. Er zullen ongetwijfeld ook felicitaties en misschien wat geschenken in die richting gaan. Maar het is vandaag ook moederdag. En ik wil graag één bosje weggeven en daarmee alle moeders eren. En dat betreft de moeder van de wijdeling van vandaag, mevrouw Verschuur. We willen u ook hartelijk dank zeggen en in het verlengde natuurlijk ook uw man voor al hetgeen. En de bisschop heeft ook al gememoreerd, u aan Sander meegegeven heeft en dat gemaakt heeft waar hij nu staat. Dat geldt voor iedere ouder dat hij een zeer wezenlijke bijdrage levert aan de groei, het groot worden van een kind. En u zult vandaag met grote trots vervuld zijn en terecht, u beiden. En we nogmaals, in u willen we alle moeders van harte eren en ook van harte geluk wensen met deze Moederdag. Vragen wij Gods zegen. De Heer zij met u. God die u heeft geroepen tot de dienst aan de mensen in zijn kerk, geef u een groter ijver voor allen, vooral voor de moederlozen en de armen. Amen. Hij die u het dienstwerk heeft toevertrouwd om het evangelie van Christus te verkondigen, moge u helpen om naar zijn woord te leven en zijn waarachtige en vurige getuige te zijn. Amen. En hij die u heeft gemaakt tot uitdelers van zijn geheimen, verleen u navolgers te zijn van zijn Zoon Jezus Christus en dienaren van de eenheid en de vrede in de wereld. Amen. En u allen die hier tezamen bent, zegen u de Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u alle heen in vrede. Wij danken God. Nu hij eeuwig
zijn.